Hallo kijkers, welkom bij deze tutorial. We gaan even uitleggen hoe het snowboarden werkt. Freestyle snow is gewoon letterlijk, je strept in op je snowboard en je doet waar je zin in hebt. Ja, precies. Let's go! Ik merk nu ook, nu we langzaam naar die spelen gaan en zo, dat de druk ook wat verhoogd wordt. Wat ga je vandaag allemaal doen, Melis? Nou, ik kan maar niet. We gaan knallen, dat is het eerste. Nou, we hebben op dit moment drie jongens die fulltime in het programma zitten. Dat is Niek, Cas en Sam. Niek en Casper die kennen elkaar al jaren en zijn echt buddies. Super leuk om te zien. Spider-Man, hè? Spider-Man. Skills. Sam is de jongste, die is van 2005. En die zit nu sinds vorige zomer eigenlijk fulltime op Papendal. En deze week hebben we ook Kai mee. Die heeft eigenlijk een hele hoekjeperiode doorlopen. Maar kan zeker nog stappen maken, dus die sluit een beetje aan waar het kan. En dan heb je Melissa ook nog. Eigenlijk de enige dame op dit moment. Zij is van 2004. Doet ook gewoon een fulltime programma. Ready, Melissa? Ja, ready. Wat wij doen is slopestyle en Big Air. En Big Air is gewoon één grote schans waar je je beste trucje op laat zien. En slopestyle is gewoon een soort parcours eigenlijk waar rails en schans in staan. En daar laat je ook je beste trucje zien. En dan moet je eigenlijk een soort van run aan elkaar linken. Maar freestyle snowboard is veel meer dan dat. Niet eens de wedstrijdkant, meer van je kan zoveel doen. Ja, freestyle snowboard is gewoon letterlijk, je strept in op je snowboard en je doet waar je zin in hebt. Ja, precies. Omdat elke course, elke slopestyle course of Big Air is anders, dus elke jump is anders. Dus je weet nooit van tevoren wat je gaat doen. Dus je komt ergens aan en vervolgens zien wij, hebben we twee dagen meestal om te kijken wat kan je hier doen. En dan gaan we vervolgens een plan maken en dat is niet van tevoren bekend. Bij een wedstrijd moet je dan wel ietsjes meer binnen de lijntjes kleuren, zeg maar. Ja. Ja. Maar je kan soms wel ook nog uitschieten binnen de lijntjes, wat dan ook weer. Wat des te meer cool is. Wat ook weer cool is, een extra punt ook in een wedstrijd. Je krijgt gewoon op het veld een leeg A4'tje waar je zelf mag invullen wat je wil doen. Echt een beetje een kunstenaar. Ja, eigenlijk is een soort van kunst. Ja, niet zeg maar zoals bij turn of bij de andere jurysporten dat er voorafgaand een vaste score aan een vaste routine zit, zeg maar. Nee. En je doet gewoon je ding en daar komt de jury scoren. Kijk, wat vind je van mijn camera dan? Ja jongen, team NL zou mij moeten inhuren. Kijk, het ziet er een beetje gaar uit. Op een dag open ik mijn lunchroom. Ik heb een paar gekke broodjes. Echt gekke broodjes. Hier zit een heel kookboek in. Hé, maar ik ga even pissen. Welkom
Welkom bij deze tutorial. Wij gaan even uitleggen hoe het snowboarden werkt. Of ons freestyle snowboarden werkt. Ja, vertel. Je hebt op je snowboard heb je twee kanten. Dus je hebt je tenenkant. En wat we doen, we hebben hier een schans. We kunnen twee kanten dus omdraaien. Vanaf je hakken en vanaf je tenen. Op het moment dat je je hakken afzet, dan heet het frontside. En dan beweeg je met je lichaam voor. De voorkant, frontside. Ja. Op het moment dat je op je tenen gaat, heet het backside, omdat je met je rug eerst staat. Vervolgens heb je dat alles andersom ook. Ik ben normaal links voor, dus dit is mijn voorste been. Je kan ook alles rechts voor doen, met je achterste been. Dat is een beetje vergelijkbaar alsof je met rechts schrijft en dat opeens met links gaat proberen. En dan ook weer kan je het vanaf je hak doen. Vanaf je tenen. Als het vanaf je hakken is, dan heet het cap. Om het even extra ingewikkeld te maken. We cappen niet! En als het vanaf je tenen is, heet het switch backside, omdat het switch is. Dus je hebt linkervoet voor mij, dat is regular. En rechtervoet voor, dat is switch. Melissa gaat dus een frontside 360 doen. Dus die gaat vanaf de hakken met de lichaam eerst. Met de voorkant eerst, frontside. Ze staat hier op de hakken. En dan doet ze de voorkant eerst, frontside 360. Easy. Dus je, bij een wedstrijd zeg je van tevoren, ik ben links voor of rechts voor. En op het moment dat je links voor bent, weten ze dat je links voor rijdt. En dan zien ze dus of het switch of normaal is. Ja, en wat je dan vervolgens hebt, is dat je je kan vanaf je hakken en je tenen afzetten. En dan ga je rotaties tellen. Dus elke halve draai is een 180. Ja. En wat ze tegenwoordig doen is dus al 16 en 18's. Dus dat zijn heel veel rondjes. Uiteindelijk word je beoordeeld eigenlijk op hoogte van de sprong. Of je iets creatiefs doet, dus creativiteit. Hoe moeilijk het is, dus hoe moeilijk het trucje is. En vooral je landing, dus hoe clean je het doet. Je wordt ook beoordeeld op je grab, dus of je je bord vastpakt. En daar heb je ook verschillende grabs voor, dus verschillende plekken waar je kan vastpakken. Over het algemeen moet dat tussen je bindingen of de voorkant en de achterkant zijn. Als je hier grabt, dan krijg je ook aftrek. Dat is de no grab zone. En daar krijg je ook weer punten voor. Dus hoe langer je je bord vasthoudt, hoe beter, hoe meer punten. Ja, en er is ook wel ruimte voor creativiteit. Er zijn ook jongens die gewoon hele andere richtingen doen. Of bijvoorbeeld vanaf hun tenen frontside spinnen, terwijl je dat normaal gesproken backside doet, of andersom. En daar is wel ruimte voor, dus daar krijg je ook weer extra punten voor. Dit is dat we het belangrijkste zijn die twee sporen die ze voor de jump doen. Een hakbocht en een tenenbocht, en die zijn eigenlijk het belangrijkst. Gewoon 90% van wat er in je sprong gebeurt, dat is dat. Frontside was goed hoor. Het staat beter in de spoor. Ze mag gewoon ietsje sneller gaan, ietsje dieper in de landen komen. Blijf dat bij die frontside, blijft ze altijd in je heup hangen in plaats van dat ze de knie omhoog doen. Kijken of we dat eruit kunnen halen. Kom. Oh joh, deze man. Nee, ik bom. Dat doe ik even weer door. Die nummer is nou. Een jackpot, lijkt het met u, hè? Een jackpot, succes! De Grand Prix van Abu Dhabi. Kom op, broer! Het moet nu gebeuren. Kom maar. Oh! Het moet nu gebeuren. Oh. Wat dit? Het moet nu gebeuren! Als hij het doet, hè! Pak hem, broer! Wat dit? Hij pakt hem in die laatste sowieso, hè? Ja! Ik wil wel gewoon net het verhaaltje met zon. Ja, ik heb geen idee, man. Het is helemaal groot. Helemaal groot, probeer de zon aan te raken. Alle lucht. Ja, ik moet op je tenen staan.
Reach. Maak je nou, dit is de zonnevloed, dit is de dode zeehond. We zijn wel echt een team met elkaar. Het is wel zo dat we veel, we koken voor elkaar, we trainen met elkaar en ze pushen elkaar ook elke keer naar een groter en hoger level. Ja. Dus het is wel echt belangrijk dat we in een team zitten. Het is wel echt een team. Het is een individuele sport, maar wel echt, we zitten wel echt in een team. Wow. Hij ging in en eruit. Een beetje liefde geven aan je bord noemen. Ja, wij hebben zo'n relatie met dit bord. Ja. Wat ga je vandaag doen, Sam? Snowboard trucjes. Ja, het is zo dat je natuurlijk heel erg afgestraft wordt op elk klein foutje. En je hebt meestal twee runs om het te doen. En helemaal met slopestyle heb je verschillende obstakels. Dus moet het allemaal perfect zijn. En dat heeft ook weer met condities te maken. Condities veranderen in een wedstrijd. Dus het is heel moeilijk om dat heel consistent te doen. En daardoor is er wel flink wat druk op het moment dat je het moet indroppen natuurlijk. Omdat het gewoon even helemaal goed valt. En je merkt nu ook, nu we langzaam naar die spelen gaan en zo, dat de druk ook wat verhoogd wordt. Omdat er gewoon steeds meer belangen zijn. Steeds meer belangrijker wordt om echt te landen. Ik merk gewoon dat Nick veel meer ervaring heeft in de wedstrijden. En daar gewoon wat makkelijker doorheen gaat. En Melissa die kan er wel eens op alle kanten op gaan. En die heeft er wel wat last van. Die hoor je gillen, dus 's ochtends om 7 uur. Ik merk nu ook wel dit jaar dat ik natuurlijk wel iets meer gespannen ben dan normaal. Waarom? Ja, weet niet. Ik denk dat ik spelen best wel lastig vind. Ik ben natuurlijk nog best wel jong en ja, ik had dit nooit verwacht. En de impact is waarschijnlijk ook gewoon nog iets groter dan dat je voorstelt. Ik weet dat het heel groot is, maar ik denk dat je jezelf daar nog steeds in onderschat. Ik heb er heel veel zin in, maar ik ben misschien gewoon een klein beetje bang wat er komt. Want snowboarden kan ik toch wel, dus snowboarden ga ik daar sowieso wel doen. En ik denk ook echt wel dat ik het gewoon moet laten over me heen laten komen en niet zoveel druk op moeten. Oké, gaat het dan worden? Frontside back nine? Oh, back nine ook meteen! Dit gaat voor frontside back nine. Oh, shitball! Soms moet je er een beetje pressure. Maar wat het vet is van Melissa is dat ze... Oh, die druk kan ze heel goed kan ze niet goed mee omgaan, maar het werkt wel heel goed voor haar in de wedstrijd. Als je gewoon die eerste run, je krijgt natuurlijk sowieso adrenaline, omdat je al best wel stunts doet. Dus je merkt wel dat ze echt mega hyped zijn als ze één run landen. Dan kan je ook een beetje opbouwen. Ja, als ik iemand gewoon iets dik zie doen, of als ik Nick bijvoorbeeld zie gaan en hij, ik zie hem gewoon een lekkere run doen, of een sick trucje. Dat geeft zo'n euforisch gevoel. Zeg. Go! Zeg maar zo, als je het zelf landt, als je het zelf landt, maar ook gewoon naar elkaar denk je, aight, dik, weet je wel. Let's go! Let's go! Als je bij elkaar dan heb je dat een beetje, zeg maar als je het zelf, oh ja, ik weet niet. Als je het zelf iets nieuws of zo, dan heb je echt zo, wow. Als iedereen om je heen ook sikke dingen doet, dan heb je ook wel dat zo opbouwt, zeg maar. Als je dan zelf ook nog eens dik gaat, dan is het zo. Maar je ziet ook Casper en Sam hebben nu een tijdje samen gesnowboard, omdat Niek eerst geblesseerd was en dan steamboat was. En vanaf Niek er dan weer bij komt, dan krijgt Casper een beetje een boost. En als de ene dan aangaat, dan merk je toch dat die andere een beetje volgt. En ze pushen elkaar daar wel echt in. Ja,
maar dat is ook wel nodig. Het maakt niet uit welke sport het is, zeg maar. Altijd als iemand om je heen lekker gaat, dan word je wel geprikkeld, zeg maar. Als iemand 's ochtends vroeg binnenkomt met een fucking blije kop, dan ben je sneller geneigd om blij te zijn dan dat 's ochtends iemand binnenkomt met een chagrijnige hoofd. En dan als chagrijnig gaat zijn. Zeg. Hij is net te gek. Hard werken, veel trainen, vrij weinig vrije tijd. Mijn vrije tijd gaat eigenlijk helemaal naar het schaatsen toe. Ja, soms vragen ze wel wie doet er mee of tegen wie moet je rijden. En heeft ze altijd zoiets van nee, ik ga voor mijn eigen prestatie. Die moet beter worden. En wat dan het eindresultaat is, dat is voor haar niet het belangrijkste. Oh,